zijn we weer met vlog nummer 5. Gaan we er nog meer maken? Nou, ik denk dat dit de laatste grote vlog is, want vanaf nu gaan we heel veel doorlopen doen en zo, dus we hebben ook niet zo heel veel tijd om nog van alles te doen. Nee. Maar we laten wel hier en daar nog wel wat zien, denk ik. Wat repetitiefragmenten. Ja. Oh, dat is wel leuk. Dus ja. vlak ervoor nog wat repetitiemomenten en dan. Dan 12 in april zelf komen kijken. Het is nog maar 8 weken. Op het moment dat wij dit opnemen hebben we nu nog 8 weken te gaan. Ik ken mijn tekst al wel. Ik ook redelijk. Ik weet alleen niet precies wanneer ik welke tekst moet zeggen, maar ik ken de tekst al wel. Ha, 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 ha. Ja. Ja, nou. Ja, dat was een hele prachtige intro. Alweer. Ja. Weer. Over de kerst willen we het nog even hebben. Het is alweer 2 maanden geleden eigenlijk, bijna. Ja. We hebben een heerlijk kerstdiner gehad bij de beurs hier in Tiel. En dat was ontzettend gezellig. Ja, dat was lekker en gezellig. En er waren schitterende optredens. Ja. Mark heeft daar wat opnames van gemaakt. Onverwachte optredens hebben we meegemaakt. Ja. En we hebben gedanst met z'n allen en gezongen. En genoten van allerlei L-stars die hun beste beentje voortzetten. Ja. Dus geniet mee, zou ik zeggen. Hail fire, this fire in my skin. Spelers waarvan eentje bij de mannen zit eigenlijk en eentje is tweede klas. Ja, en Theo zit natuurlijk ook eerste klas omdat hij de ontwerper van het schip speelt en daar toch wel wat heeft laten liggen als ontwerper. Dat vertelt hij zelf ook nog over. Theo en Lieke. We staan hier met de volgende twee medespelers uit Titanic. Lieke van Tuil en Theo van Kaathoven. Jullie spelen geen enkele scène met elkaar, geloof ik. Heerlijk rustig vind ik het. Heerlijk rustig. En dat vindt Lieke natuurlijk ook wel. Nee, ik vind het hartstikke jammer. Ja, maar ja, het kan altijd nog buiten. Wie? Laten we eerst maar hebben over je rol. Ja. Jij speelt een dame uit de tweede klasse in Titanic. Kun je iets over jouw rol vertellen? Jazeker. Ik speel Caroline Neville.
eigenlijk een eerste klas dame. Mm-hmm. Eerste klas familie, maar ik ben hopeloos verliefd geworden op een tweede klasser. Maar ja, mijn snobistische vader die staat daar niet helemaal achter, heb ik begrepen. Dus we lopen weg en we willen trouwen in Amerika. Dus de toekomst in Amerika is voor jullie een toekomst van liefde en geluk. Ja, ja. Oh, hoe is het om die rol te doen? Heel erg leuk. Ja? Ja, het is wel wennen, want ja, je speelt eigenlijk nooit alleen. Dus je moet voortdurend kijken, waar is de ander, wat is die aan het doen. Maar ik vind het wel leuker als alleen spelen. Ja. Goed. Hoe loopt het af met Caroline Neville? Met Caroline, ja, op zich wel goed, maar ook weer niet. Wat? Ik word bruut uit de handen van mijn geliefde getrokken, in de boot gegooid. En ik overleef het, maar mijn geliefde dus niet. Oh, wat sneu. Ja, hartbrekend. Ja. Jij hebt wel een grotere rol, Theo. Ik heb wat iets, wat kun je erover vertellen? Welke rol speel jij? Ik ben Thomas Andrews, de architect van het schip. En ik bouw hem maar met een paar kleine gebrekjes, blijkt uiteindelijk. En ik ga ook weer met het schip ten onder. Jij maar hoe? Hoe is het nog? Ja, Andrews heeft het niet overleefd. Nee. Is in jouw optiek het vergaan van de Titanic de fout van de bouw? Mede. 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 Wat? Nou, je trekt niet alle schuld naar jezelf toe. Natuurlijk niet. Maar altijd afschuiven als het kan. Ja, wat denk je? Waardoor is het uiteindelijk vergaan? Een combinatie van factoren. Zoals? De uitkijk. Uh-huh. Die te laat de ijsberg zag. Die, denk ook een fout van de kapitein of de navigator. Die dat moment, op dat moment aan het roer stond. Want achteraf is gebleken, als hij er recht opgevaren was, was hij nooit gezonken. En bij mij hadden de tussenschotten hoger moeten zijn. Ja. Zodat er geen water overheen kon lopen, waardoor hij uiteindelijk... Ja, het zit ook in Titanic, hè? Jouw een lied daarover dat jij realiseert. Ja, en dan gaat het niet goed meer met me. Nee. Dan ga ik langzaam mentaal en fysiek ten onder. Ja. Theo, dit is jouw tweede Titanic die je speelt, want in Brabant heb jij... Die boot blijft me achtervolgen. Heb jij... ja, die heb jij. Heb jij niet Andrews gespeeld, nee, maar een andere rol? Nee, als ik eruit kijk, Fleet. Degene van... Oh, mijn hemel, ijsberg recht. Ja, daar was ik de schuldige en volle schuldige. En nu ben je medeschuldig. Nee, nu ben ik medeschuldig. Is het leuk om te doen bij de Elstars? Ja, het is even wennen. Het is toch een iets oudere groep. Ja. Zeg ik toch heel netjes zo, ja. Maar wel heel gezellig. Ik ben goed opgenomen volgens mij. En zo niet, dan geven ze me in ieder geval het gevoel alsof het zo is. 2000 man, weet nog van niets. Warm uit hun bed. Gewoond aan weg. Dit magische schip. Zou onzichtbaar zijn. Wat doet zij nu? Hartelijk dank voor jullie bijdrage. En heel veel succes met de komende repetities. En tot ziens op het podium. Komt goed. En dan? Als laatste bijdrage. Als laatste bijdrage. Hè, Dick, jij bent bij de decorbouwers. Oh ja, ik ben bij de decorbouwers geweest. Ook een tijdje geleden. Het was heel koud op maandagmorgen, want die mannen en vrouwen werken daar in de bittere kou. Ook gewoon vanaf 9:30 's morgens of 9:30 's morgens. Enfin, voor mij veel te vroeg. En tot een uur of twee. Ja. Ad Kooi, de aanjager van de hele decorgroep. Die was uiteindelijk bereid tot een klein interviewtje, want niemand was er happig op. Het zijn werkers daar en geen praters. En Ad heeft het decor ontworpen. En die wilde eigenlijk niet dat het decor in beeld kwam. Dus we praten er heel veel over. Ja, maar we zien weinig decor. En omdat het een hele grote hal was, is er iets met geluid, geloof ik. Ja, het was veel herrie. En ze gingen ook gewoon lekker door met werken. Dus zet je geluid wat harder, dan hoor je Ad misschien praten. Ja, en helemaal aan het eind, hartelijk bedankt Jan Stenis. Ja. Gewoon keihard een of andere boormachine aanzetten. Zaag. Boorzaag. Ding. Niet meer doen, Jan. Dat mag niet, hè. Veel plezier in de decorhal.
De koorgroep wil graag van alles nog geheim houden, dus we houden een kort interview zodat het koor weer verder kan. We zijn in de voormalige koelcel van de Vrijheidsveiligheid. En jullie maken er ook jaren aan de koel. Ja. Vanaf ben je vanaf het begin ook al. Ja. Is de eerste tijd toen begonnen met het Japanse geheel? Ja. Ik weet niet meer hoe het heet. Dus die operette met al die verschillende. En toen zijn we langzamerhand hier van het ene pandje naar het andere pandje. En toen zijn we hier terug. Ja. Want er staat hier heel veel van alle vorige producties. Ja. Wat ook weer gebruikt wordt. En ook van andere verenigingen. Dus andere producties. Idem dito en school. Ja. Die pakken we ook mee, dus die staan hier ook. Zodat we dus eigenlijk alle spullen bij elkaar. Hoeveel man zit er in de koor? Hoeveel man? Nou, ongeveer man en vrouw. Wat zijn de problemen, of nee, wat zijn de uitdagingen met het decor van Titan? De uitdagingen, ja, om het decor zo vol met te krijgen dat het makkelijk uit of in elkaar en uit elkaar kunnen krijgen. Zodat het hier kunnen waaien en dan zeggen van oké, losse panelen. En we zijn de schouwburgen dat we weer zo snel mogelijk weer in elkaar kunnen zetten. Ja. Dat is eigenlijk de grootste uitdaging. Want er is maar één dag om het decor te bouwen. Ja. Ja. En dan moet het staan en moet alles veilig zijn. En de mensen lopen dus eigenlijk tegen een witte achterwand dan. Ja. Ja. En als ze daar doorheen stoken, is het een boek. Het zou leuk zijn dat er daar vandaag ook nog een stangetje. Dus dat is hetgeen wat wij kunnen doen voor haar boven. Ja, dat klopt. En veiligheid. Ja, er komen er wel 20 boven staan. Hè? Ja. Ja, de kijkers kunnen het niet zien, maar we zien dus een stellage. En dat mag ik wel vertellen. Het decor komt in verdiepingen. Dus de eerste klas staat daadwerkelijk ook boven en neer te kijken op de derde klas. A la Foxtrot, ja inderdaad. Ja, dat knalt dan wel eens wat, maar het komt allemaal goed. Ja, het komt goed. Het komt helemaal goed, het ziet er fantastisch uit. Dankjewel. En dat was het decor. Ik hoop dat je er iets van gehoord hebt wat hij zei, maar... En leuke attributen ook, wagentjes, bestek, borden. Ja, heel veel mooi ook eens. Ja, ik heb iets heel leuks. Dat heeft René gemaakt, een van onze leden, maar die helpt ook wel eens bij de decorploeg. En ik ben dus de marconist en die gebruikt een seinsleutel. En ik had eerst gerepeteerd met een diepmachine. In die andere productie hadden ze andere productie die we hebben gezien, hadden ze niet machine, die hadden ze geverfd en die deed ook zo. Maar ik vind dit eigenlijk wel echt prachtig gemaakt ook. René. Kun je het zien? Ja. In ieder geval, hij moet tikken. Dus ik kan heel gezellig nu oefenen met mijn seinsleutel. Ik ben er eigenlijk heel blij mee. Ik vind het heel mooi geworden. Met Morse, toch? Ja, Morse codes. Morse codes, natuurlijk. Ja. Security, SOS, dat soort dingen. Nou, help niet, maar... Nee, ja, ik doe mijn best, maar even enkele nut. Geen enkele nut. Nee, we gaan toch. Ja. Maar goed, we zijn er alweer doorheen, hè? Echt? Ja. Nou, we worden steeds vlotter in ieder geval. Ja, dus dit was dus echt de laatste grotere vlog. We gaan gewoon hier en daar dus wat filmen en wat laten zien. Tot aan de productie zelf. Misschien wel op de dag zelf, we gaan het zien. Oh jee, maar als we tijd en zin hebben en niet te zenuwachtig zijn. Ja. Maar goed, we gaan het wel zien wat het allemaal wordt. En we hopen dat jullie in ieder geval allemaal komen kijken. Iedereen die deze vlog kijkt. Want het wordt ontzettend mooi volgens mij. En ontroerend. Ontroerend. Ja, ook wel. Ja, nou, we gaan nog een paar weken tegenaan. Vaarwel. Behouden vaart. Tot ziens. Doei.